Zo Anton, dit ziet er gezond en zomers uit. Ja, we hebben Frankrijk meegenomen vandaag. We hebben een aantal producten uit Frankrijk. De artisjokken, de mini bosartisjokken en de gewone artisjokken komen uit Bretagne. Dus aan de Atlantische Oceaan. We hebben de frisee, die komen uit Zuid-Frankrijk, bij de Pyreneeën vandaan. Frisee, heel belangrijk, moet geel zijn. Je ziet ook wel eens bij frisee-soorten dat ze geen gele kern hebben. Hoe komt dat nou? Ja, uiteindelijk het belangrijkste van frisee is dat ze geel zijn. In principe is frisee een beetje een bittere slaasoort. En ja, door de gele kleur worden ze minder bitter. En dat doen ze door 2 weken van tevoren af te dekken. Dus er komt geen zonlicht bij en daardoor verkleuren ze zeg maar geel. We hebben ook de abrikozen bij ons uit Provence. De beste streek voor abrikozen. We hebben de meloenen bij ons. Die komen uit Midden-Frankrijk. De Galia-meloen en de Charentais-meloen. Echt een hele lekkere meloen. Ja, in de maanden juli, augustus, september gewoon toptijd. En we hebben de perzik en nectarina's bij ons. Die komen uit Midden-Frankrijk, net onder Lyon. We hebben daar een teler die om de dag de perzik en nectarina's van de bomen plukt, de rijpe. Ja, je hebt heel veel telers die plukken in één keer een boom kaal. Maar fruit hoort aan de boom te rijpen. En dan heb je de lekkerste smaken. Wij zorgen dan dat die binnen 2 dagen bij ons in ons pakhuis ligt. Dus heel snel bij de klant. Dus dan heeft de klant de lekkerste perzik en nectarines. Wat ik me nou afvraag, hè? Wat is nou eigenlijk het verschil tussen een perzik en een nectarine? Nou, uiteindelijk is het natuurlijk een nectarine heeft een gladdere schil. Qua smaak zit het gewoon dicht bij elkaar. De perzik is eigenlijk de oorspronkelijke vrucht. En de nectarine is in de loop der tijd ontstaan uit varianten. Ja, ik ben fan van perziken. Als ik perziken zie, denk ik echt weer aan de zomer. En dan denk ik aan Frankrijk. En dan denk ik ook weer aan de tijd terug, tot 20 jaar geleden, als jong broekie in de eerste bistro kwam te staan als leerling. En dan hadden we zo'n tof dessert. Dat was gebaakt van perzik. En dan niet zo'n traditionele persmelba. Maar je kan nog veel meer met perziken doen. Perzik die werd gewoon gehalveerd. Eventjes kort gebakken in de boter en daarna met de dark muscovado suiker werd toegevoegd om te karamelliseren. Nou, tijdens het karamelliseren werd er wat lavendel toegevoegd. En lavendel komt ook uit... Ja, we hebben lavendel komt veel uit Provence. Uit de Provence, dus ja, echt een mooi Franse touch aan het gerecht. Nou, die perziken die worden in een minuutje of 3, 4 worden die langzaam gegaard. Meer heeft het niet nodig. En dan lauwwarm geserveerd. Nou, wat serveren we erbij? Ik heb hier wat amandelen. Amandelen heb ik gekarameliseerd met een beetje honing. Klein beetje zout, voor een mooi contrast, hè? Zoet en ja, een beetje zilt. Okay. Ik garneer hem af met dit noemen ze een floregano. Heel mooi bloemetjes, hè? Het is een bloemetje van de oreganoplant. Okay. Hij heeft ook dus die mediterraanse, die Provence smaak. Ja, ja. Franse smaak. Franse smaak. En dat vond ik heel gaaf om dat hier te gebruiken. Perziken, klein beetje crème fraîche. En als hedendaagse toevoeging heb ik hier een foam van gin tonic. Die doe ik erbij om het klassiekertje toch wat hedendaags te maken. Een heerlijk zomers lauwwarm dessert. Supermooi. Met een fantastische heerlijke Franse touch. Ja, daar krijg je trek van zo'n product. Ja. Mooi hoor. En ook niet te vergeten, heel erg goed voor het rendement. Want de perzik kost je ongeveer in het seizoen nog geen 30 cent per stuk. En dat is heel belangrijk, pak ze in het seizoen. Want, ja, in het seizoen zijn de perzik en nectarines toch het lekkerste. Heerlijk. Super. Hey, Anton, we nemen er een. Ja, super.